De nieuwe Philips Airfryers hebben een nieuwe techniek. De Rapid Combi Air technologie. Dit houdt in dat je zelf de airflow van je airfryer kunt instellen. Je kunt kiezen voor 50 of voor 100% airflow. En als je kiest voor 100%, dan doet hij het eigenlijk gewoon zoals je gewend bent. Maar je kunt dus ook kiezen voor 50%. Dan gaat hij iets zachter met minder power. Dat is bijvoorbeeld heel fijn als je een lekkere zachte cake wil bakken. Als je je groenten rustiger wil garen, zodat ze niet zo uitdrogen. Of als je een stoofpotje wil maken. De tijd van de airfryer is nu ook instelbaar tot maximaal 3 uur. Dus ja, je kunt echt stoofpotjes gaan maken in je airfryer.